Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Lindsay, ik zou mezelf noemen een transformatiecoach, omdat ik jullie help om de schaduwen, de pijn en de wonden die er nog zijn en die jullie tegenhouden in het volledig ontvangen van overvloed en overwaardelijke liefde, om dat verder te helpen healen en inderdaad om jullie te ondersteunen in het ascensieproces, zodat we allemaal, of toch zo goed als bijna iedereen, doorheen gaan. Daarom maak ik ook deze video's om zeker tweelingvlammen en mensen die op zoek zijn naar een diepe zielsconnectie, om die te helpen, om die te ondersteunen en meer nog om die te leren en inzichten en handvatten te geven rond wat dat betekent om een diepe zielsconnectie aan te gaan. Zelf ben ik ook een tweelingvlam. Ik ben een eenheid met mijn tweelingvlam, maar wij wonen op dit moment nog niet fysiek samen, gezien dat mijn tweelingvlam nu woont, nog steeds woont in Amerika. COVID was daar een hele grote spelbreker in. Maar tegelijkertijd heeft het ons ook de kans gegeven om echt nog dieper in dat proces en in onze connectie te duiken, waardoor onze telepathie heel krachtig is, heel sterk is. En onze communicatie natuurlijk ook altijd maar beter en beter geworden is. Ik ga deze laten liggen, maar ik voel dat dat de reden is waarom het hier al ligt. Dus in deze video, vandaag ga ik twee video's opnemen. Nu één en dan straks als ik terugkom van de paarden, dan ga ik de andere video opnemen. Maar deze video is dus om te kijken, af te stemmen, wat dat de mannelijke energie in de maand augustus kan en mag verwachten. En dan zien we hier onmiddellijk Four of Flames. Dus iets succesvol. Iets dat we kunnen gaan vieren. En dan in de volgende video, die ik hopelijk vandaag en anders zeker morgen ga laten verschijnen, is zie, Challenges, dus Union, eenheid. Dus gaat dan rond de vrouwelijke energie zijn. Maar dat ziet er hier eigenlijk al heel fantastisch mooi uit. Zo, we gaan onmiddellijk aan de slag. Als je nog niet geabonneerd bent, dan zou ik het fijn vinden mocht je dat doen. Omdat dat mij ook helpt om veel beter met jullie energie af te stemmen. Omdat je dan eigenlijk op die manier jouw energie met mij ook meer verbindt. Want weet, alles op sociale media, internet is eigenlijk een extensie, een uitbreiding, verlengde van wat dat je bent. Van jouw energie bedoel ik dan. En dus op die manier is het toch gemakkelijker voor mij om dan te weten, de boodschappen te channelen door te geven dat jullie nodig hebben en niet een of andere people die niet gaan kijken. Dus voilà, dat gezegd zijn, dat zijn de kaarten die we nu nodig hebben. En wat zien we aan de onderkant? Seeker of Flames. Dus in de maand augustus gaat de mannelijke energie nog veel dieper verbinden en eigenlijk de leiding van de passie en het gevoel, de emotie en in dit geval de liefde gaan volgen, dus de connectie gaan volgen. En daarmee gaat hij dus ook die op een nieuwe manier leren zijn mind te gebruiken. Wanneer staat de dolfijn voor zijn hogere zelf? En dus gaat hij veel meer ook dat gaan doen, wat hij vroeger dat voornamelijk vanuit angsten en dergelijke deed, gaat hij dat nu niet meer doen. Als ik spreek over hij, dan hoeft dat niet per se over een man of vrouw als geslacht te gaan. En je weet, het gaat over energieën als ik hij en zij bespreek. Dus pas het toe op jouw connectie zoals het van toepassing is. Dat is één. En twee, bekijk het ook voor jezelf. Wanneer ik boodschappen geef hier nu over de mannelijke energie, bekijk het ook voor jezelf. Van, waar in mijn eigen mannelijke energie zit ik nog met die wonden? Moet ik daar inderdaad nog die lessen leren? En zo verder. In een andere video rond de vorige keer net hetzelfde. En het eerste wat we krijgen is Six of Challenges. Waarom? Omdat net het terugkijken en het gevoel van het gemis en eigenlijk de eenheid, je ziet hier ook de eenheid tussen mannelijk en de vrouw, maar tegelijkertijd ook die onschuld. Dat is wat dan, wanneer je in eenheid bent met je tweelingvlam, dat je dat ook voelt. Je voelt die onschuld van de andere, los van de ballast, los van de hebbelijkheden, los van de problemen of de dingen, de schaduwen en de pijnen en de onzekerheden en angsten die er nog zijn. Maar wanneer je op een bepaald punt komt, wanneer je inderdaad vanuit ieder zijn onschuld samen kan komen in onvoorwaardelijke liefde, dan keer je eigenlijk terug naar die heelheid, die eenheid. En het mooie aan deze kaart vind ik ook dat de beker staat centraal of symbool voor het emotionele en hoe dat eigenlijk in balans is. Dus dat is hetgeen waar dat de mannelijke energie in augustus ook herinnert en weet dat dit hetgene is wat dat ooit al was en dat dat ooit al ontstaan is en dat hij nu meer ook die kracht krijgt om in die
weer naar die eenheid te gaan en weer die kracht van de vrouwelijke energie en het misschien zich soms zelfs jonger voelen, zoals dat hier ook zie. Hè. Dat jongetje is jonger dan, want het is ook kleiner dan dat meisje. Dat is hetgeen wat de mannelijke energie zelf vaak ook voelt, omdat zij, de vrouwelijke energie is vaak ook al iets bewuster en staat iets verder op het pad. En de mannelijke energie ziet zijn vrouwelijke energie ook vaak als wijzer en alsof dat zij alles al in pacht heeft. Niet altijd rekening houden met het feit dat zij zelf ook doorheen de schaduwen en lessen en enorme uitdagingen gaat. Want als naarmate dat jullie weer veel beter in communicatie komen, ga je inderdaad daar nog veel beter over kunnen communiceren, waar dat het voor de mannelijke energie dan ook handiger is en behulpzaam is om het proces en de connectie nog meer en nog dieper te gaan begrijpen. En dan hebben we nog Seeker of Challenges en Ten of Crystals. Wauw. Ik ga die zo leggen. Ik hoop dat je die kan zien. Zo. Voilà. Ten of Crystals is eigenlijk vervulling en het volledige materialisering, dus het volledige gemanifesteerde van al je wensen. Dus dat wil zeggen, op vlak van liefde, op vlak van waar je woont, hoe je eet, wat je kleedt, wat je gewoon kortom, volledig wie dat je bent, volledig de belichaming van jouw eigen energie, van jouw authentieke energie, van jouw blauwdruk, straalt door in het fysieke leven, in de 3D. En daarvoor wordt eigenlijk gevraagd aan de mannelijke energie om nog meer te gaan verbinden met zijn emoties. En dus je ziet hier, dat is een vrouwelijke energie. Waarom? Omdat eigenlijk, wanneer je vraagt aan de mannelijke energie om te verbinden met zijn emoties, vraag je in eerste instantie om zich te verbinden met zijn eigen vrouwelijke energie. En hoe meer dat hij verbonden is met zijn eigen vrouwelijke energie, hoe meer dat hij in staat is om ook die verbinding aan te gaan met zijn vrouwelijke energie in de connectie. Dus wanneer hij dat weet en je merkt dat hij nog niet in staat is om te blijven, om ruimte te bieden en ruimte te geven aan jouw emoties, weet dan dat het gewoon is omdat hij nog niet voldoende ver staat in het volledig omarmen en het te laten zijn van zijn emoties. Hè. Denk maar aan het feit dat in de mannelijke energie en bij de mannen dan wel naar lichaam toe vaak ook gezegd wordt van ja, mannen moeten sterk zijn, mannen moeten krachtig zijn en zo verder en zo meer. Dat is eigenlijk het stukje waar dat hij nu nog verder en dieper gaat in healen, om dan uiteindelijk hier tot die eenheid te kunnen komen. En we eens kijken welke schaduwen dat hij nog verder, nog dieper mee aan de slag gaat in augustus. Welke schaduwen gaat de mannelijke energie nog verder mee aan de slag in augustus? Want dit is een ongoing process. Oké, en we krijgen hier, oh, de Lovers Union. Echt waar, had ik nu nog niet geloofd, dan weet ik het ook niet meer. En Wellbeing Awareness 4 en een 22 kaart. Kijk, hier zie je ook weer dat symbool van tweelingvlammen. 4 is het manifesteren van die eenheid in het fysieke. En hier de Lovers kaart, maar dat is de liefdeskaart met Union. Wat je ziet, dat twee eenheden, twee krachtige energieën samenkomen in het fysieke, ja, dat is hetgeen waar dat je van meer gaat rondgeen, nog meer gaat gaan werken. En dat is eigenlijk angsten die er nog zijn, onzekerheden die er nog zijn, gaan daar naar boven komen. Waarom? Omdat hij dat zo heel hard wil. Hij heeft dat nodig. Heel veel mannelijke energieën zijn gewoon uitgeput, zijn het moe van het harde werk, want je mocht niet vergeten waar je als vrouwelijke energie al een stukje verder stond, dan gaat de mannelijke energie daar veel versneller doorheen. Maar dat betekent ook dat waar dat jij aangekeken hebt in energie en in het emotionele en mentale, is bij de uit of toont zich dat bij de mannelijke energie veel vaker in het fysieke, in zijn omgeving, in financiële zaken, in het relaties dat hij moet loslaten, huwelijken of wat dan ook. Dus ja, ze gaan ook doorheen dingen. En ja, het lijkt soms dat ze bij hen veel gemakkelijker gaan, maar de enige reden daarvoor is omdat zij niet alles vertellen aan de vrouwelijke energie, toch zeker niet in het begin van de connectie. Dus heb daar respect voor, houd dat je achterhoofd en weet dat wat dat zij doorheen gaan, het fysieke, veel uitdagender is dan wat wij als vrouwelijke energieën en de emotionele, mentale, energetische doorheen gaan. Zij doen altijd het fysieke werk.
Dus daarom brengen zij eigenlijk ook de fysieke connectie in. Ja, voilà, ze zijn uiteindelijk de connectie in het fysieke. Dat was het eigenlijk wat ik wou zeggen. We gaan eens kijken wat we nog meer krijgen. Two of Pentacles. Ja, twee van munten. Wat gaat de mannelijke energie doorheen? In augustus. Wat moeten we nog meer weten voor de mannelijke energie in augustus? De Age of Swords, maar moet je omgekeerd leggen. Ik moet altijd denken van hoe moet ik die nu leggen, zodat die voor jullie goed leek. En Ten of Swords, maar dus zo, voilà. Deze ook. De Empress. En de Six of Pentacles. En nog twee. Dat zijn er te veel. En één, alsjeblieft. Oké, dan twee. We luisteren altijd naar wat ze zeggen. Is het niet waar? Voilà, want die twee horen eigenlijk samen. En we krijgen aan de andere kant de Fool. Dus augustus is echt, naar aanleiding ook met die leeuwe energie, die ook echt de puur mannelijke energie is van vooruitgang, actie ondernemen. Daar gaan we eigenlijk een nieuwe start, een nieuw begin in zien. En waarom gaan we dat zien? Omdat hij al niet, laten we zeggen, nog niet helemaal zelfverzekerd als een ware Leo van de emoties gaat gaan delen, maar die gaan er wel zijn. Dat gaat dan ook weer de connectie vooruit duwen. Maar wat zien we hier? De mannelijke energie heeft in het gevoel dat hij een keuze moet maken. Je ziet hier wel die twee dingen, maar je ziet, hij staat ook omgekeerd. Dus hij laat zich eigenlijk niet meer beperken door het feit, of door het idee zelfs, dat er maar twee mogelijkheden zijn. Hij heeft geleerd doorheen zijn eigen proces eigenlijk, dat het oké is, en dat het eigenlijk goed zelfs en bevorderlijk is, en aangeraden is, om alles open te trekken. Dus hij weet van oké, het is niet of dat en dan dat ik het ander verlies. Nee, ik kan eigenlijk ook kiezen om alles te hebben, om alles neer te zetten. En dat is hetgeen wat hij nu meer en meer ook gaat gaan zien en gaan voelen. Waar dat hij vroeger heel onzeker daarover was. En eigenlijk dat ervoor zorgde dat eigenlijk de mannelijke energie voortdurend uit balans gebracht werd. En ook voortdurend van het pad afgegooid werd. Maar dus naarmate dat we verder op het pad lopen, heeft hij geleerd van dat het hebben van een idee en een plan, dat hij dat eigenlijk mag loslaten. Dus dat is hetgeen wat we hier zien. Hij had altijd een idee en hij had altijd een plan van aanpak, een actieplan, dat hij aan brainstormen was, dus vanuit die mind, vanuit dat bedenken. Maar hij weet nu dat dat eigenlijk hem niet bracht hoe dat het kon zijn. Want dat bracht hem alleen maar nog meer zorgen, nog meer onzekerheden. En eigenlijk verder weg van hetgeen waar hij het liefste naartoe wou, die Empress, die zijn Divine Feminine. En hoe meer dat hij dus natuurlijk leerde om weg te stappen van dat plan en te gaan vertrouwen op zijn emoties, wat we hier gezien hebben, hoe minder dat hij eigenlijk het gevoel had dat hij nog vast zat. Omdat hij buiten die twee mogelijkheden is gaan kijken. Hij heeft het opengetrokken. En dat zorgt er dus voor dat waar dat hij zich eigenlijk, op het moment dat hij verslagen voelde, dat dat eigenlijk meer en meer geheeld wordt. En dat dit in Oostende, ik kan nu zeggen, what the fuck, in augustus meer en meer losgelaten wordt. Hij gaat veel meer zien van eigenlijk de obstakels dat ik dacht en de problemen dat ik dacht dat ik had, die zijn er eigenlijk niet. Maar dat is eigenlijk iets dat ik zelf gecreëerd heb in mijn mind door het wel en zelf te gaan doen en door het wel en zelf allemaal te gaan controleren. Maar dat komt voort uit angst. Dus ik mag het loslaten en ik mag eigenlijk gaan doen zoals dat mijn Empress het doet. Zij vertrouwt op haar intuïtie. Zij vertrouwt op wat dat ze voelt en wat dat daar getoond wordt in het universum. En zij creëert op dat moment, op die manier, heel wat prachtige dingen. En dat is hetgeen wat hij nu ook meer en meer gaat gaan doen. Vertrouwen. Dus eigenlijk, de mannelijke energie heeft eigenlijk geleerd van, oké, dat mentale, die controle houden, dat helpt mij niet meer verder. Ik mag dat eigenlijk nu volledig loslaten. En net dat gaat ervoor zorgen dat hij
veel meer ook die balans gaat kunnen houden tussen geven en nemen in de connectie, maar ook gewoon in zijn leven te koer, waar dat hij altijd maar aan anderen gaf en altijd teleurgesteld achterbleef en heel verliezen heeft geleden, of zichzelf altijd aan de kant gezet heeft voor het welzijn van anderen, door gelijk welke overtuigingen en ideeën dat hij daar rond had, gaat hij nu meer en meer ook leren van oké, dat is oké, zie. Zie wat mijn empress doet. Zie hoe dat zij het doet. Zij heeft een leven, een prachtig leven voor zichzelf gecreëerd. Ik kan dat ook. En ik ga het ook doen. En hij gaat eigenlijk een beetje copy-paste de dingen gaan toepassen wat dat, hij geleerd heeft via de connectie, via de vrouwelijke energie. En dat zorgt ervoor dat hij is nog altijd vanuit het logische. Zoals dat mijn tweeling zegt. Hè, jij als man, als vrouwelijke energie, bent soms slaaf van je emoties. En ik ben soms slaaf van mijn logisch verstand. En voor een stuk is dat ook zo. Maar we hebben ook allebei de kracht en de mogelijkheid om er weer uit te stappen. Hè? En dat is ook het mooie dat je dan ziet wanneer je in eenheid bent, dat je eigenlijk dat aan elkaar ook wel helpt. Wanneer dat ik inderdaad te veel in mijn emoties overmand word en overweldigd word door dingen die tegelijkertijd gebeuren, dan is zij daar vanuit zijn logische aanpak, zijn beredenering, zijn kalmte om eigenlijk structuur te geven en kanalisatie te geven aan de emoties dat ik doorheen haal. Omgekeerd, wanneer dat hij bijvoorbeeld vastzit in zijn logische verstand, dan helpt het hem om met mij te verbinden en dus weer zachter te worden, weer te zakken in die emoties en te gaan luisteren naar de intuïtie en dat hij het aanvoelt. Dat kan en mag zijn. En dat is hetgeen wat hij eigenlijk meer en meer ook leert. Hij blijft altijd die king of sort. Hij blijft altijd slaaf, hè, zoals dat mijn tweelingvlam het zegt, slaaf aan zijn logische verstand. Maar nu laat hij dat niet meer doorleiden. Hij laat die niet meer het stuur nemen. Hij laat het doen, maar in samenwerking, in co-work of co-ouderschap als het ware, met die vrouwelijke energie. En dat biedt openingen, dat biedt vooruitgang en dat zorgt ervoor dat hij eindelijk moeilijke situaties achter zich kan laten. Dat hij eigenlijk in een veel heldere fysieke en mentale ruimte kan gaan komen. En dat je weet van waar dat hij eigenlijk nu moet van wegstappen. Hij weet, hij ziet het gewoon helemaal helder. Hè? Daarom horen die ook samen. Hij ziet het helemaal helder. Hij weet, oké, wat dat hij moet doen om tot bij zijn werkelijkheid te komen. Tot wat dat hij moet doen om zijn diepste droom, die eenheid met zijn vrouwelijke energie, iets wat hij herinnert uit vorige levens en uit helemaal het begin dat ze ontstaan zijn, om dat tot stand te brengen en eigenlijk verder te gaan creëren. Wauw. Maar zien we dat we dat kunnen aanvullen. Ik wil het ook niet te lang maken. Er was nog extra boodschappen voor de mannelijke energie in augustus. Ja, kijk, hier nog eens opnieuw. De mannelijke energie ziet en voelt eindelijk dat er eindeloze mogelijkheden zijn. En dat het enige dat er hem van weghoudt, dat hij dat zichzelf is. Dus in zijn eigen mind, zijn eigen kracht is tegelijkertijd ook zijn zwakte. En dat, hoe meer dat hij dat leert en hoe meer dat hij, zoals hij hier ziet, die verbinding maakt met zijn eigen vrouwelijke energie en met zijn vrouwelijke energie in de connectie, want dat is hier ook weer 22, een tweelingvlamkaart. Hoe meer dat hij in staat gaat zijn om inderdaad die stappen vooruit te gaan zetten. En nog meer in die te gaan vertrouwen in die oneindige. Oké, dat is een 3-8, dat is hier ook een 11. Dus ja, het staat constant, voortdurend wordt het hier getoond dat de mannelijke energie meer en meer ook in zelf in eenheid komt. En van daaruit is dan het volgende stap, het volgende processen. Om die eenheid meer en meer te gaan creëren in het fysieke. Want het is ook nodig. Want we hebben krachtig mannelijke energie nodig om samen met de vrouwelijke energie een nieuwe maatschappij, een nieuwe structuur neer te zetten. En dat vraagt dat zij een union zijn, dat zij een eenheid zijn. En hier hebben we als extra hulpmiddel voor de mannelijke energie in augustus is aartsengel Haniel en met de robijnrode vlam. En die is ook verbonden met welvaart, met overvloed. En vooral dan op het financiële eigenlijk, nog geld toe. En dus ook met wilskracht. Wat dat ook weer een eigenschap is van die mannelijke energie. En dan met verder enchantment. Wat leg je op? Wat
Wat is hetgene dat als mannelijke energie jou vooruit laat gaan? Wat maakt dat je die dingen blijft nastreven? Het zal niet meer geld zijn, het zal geen materiële dingen meer zijn, maar wat is het dan? En daar valt aartsengel Michael meer en meer voor, zodanig dat hij de mannelijke energie veel meer via de paars-violette vlam in combinatie met de zilveren veel meer met zijn eigen vrouwelijke energie verbinding kan maken om van daaruit dan zijn droomleven vorm te geven in union, in eenheid, samen met zijn vrouwelijke energie. In zichzelf, de eenheid in zichzelf. En in een later stadium, afhankelijk van waar je nu ergens staat in jouw eigen connectie, dan in een later stadium met de vrouwelijke energie. Zo, dat was het voor deze video. Ik heb besloten om geen uitgebreide betalende versie meer te doen. Mocht je willen dat je voor je eigen situatie meer inzichten wilt en we echt wel weten waar jullie staan in jouw connectie, dan kan je dat doen via mijn website, kan je een tweelingvlamreading reserveren of aanschaffen. En dan kan je daar ook zelf je eigen vragen in stellen. Kan je kijken van dingen waar je misschien je zorgen over maakt, of wel meer antwoorden of meer inzichten over wenst. En dat is dan natuurlijk specifiek gericht op jouw situatie. Deze is hier eigenlijk collectief, dus moet je zelf een beetje kijken van wat is van toepassing op mijn connectie en wat niet. Bij de individuele readingen die je kan reserveren, is dat volledig afgestemd op jouw energie, want ik verbind met jouw energie en die van je tweelingvlam. En van daaruit ga je dan de antwoorden krijgen die je nu op dit moment nodig hebt om weer verder te kunnen. Zo, dat was het voor deze video. Ik ga vanmiddag of vanavond dan nog, of morgen het laatste, de vrouwelijke energie maken, zodat jullie ook weer inzicht krijgen wat je kan verwachten in augustus. Weet, dat zijn mogelijkheden. Hè? Dat zijn één van de verschillende mogelijkheden. En afhankelijk van waar je staat in je connectie, zal dat meer of minder resoneren. Dus probeer geen dingen in te passen of in te squeezen om het maar te doen en daarna ontgoocheld te zijn. Want Lindsay had gezegd, eenheid, dat samenkomen. Nee, het heeft allemaal te maken met waar je staat. En het enige wat je te doen hebt en dat je moet doen, is blijven verder werken aan jezelf. Zeker als je vrouwelijke energie bent, maar mannelijke energie ook. Maar, excuseer, om verder angsten los te laten, om verder krachtiger te worden, om zuiver te worden in jezelf, aan je schaduwen te werken. En dan ga je zien dat er heel veel dingen in je connectie ook gaan verschuiven. En ik spreek uit ervaring. Dus ik zeg het niet zomaar, het is geen wind of geen lucht. Het is echt gegrond op basis van bewijzen, als het ware. En dat is eigenlijk mijn eigen connectie. Zo, dat was voor deze video. Ik wens je alvast een fijne zaterdag en tot de volgende.